Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal Mindtopia Plays. Ik ben Noah van het kanaal MTP. Abonneer er ook zeker even op. Linkje staat in de beschrijving. En vandaag gaan we verschillende quest opdrachten nog uitvoeren van de questpass. Want die moet ik nog halen. En wil je zien welke we allemaal gaan uitvoeren? Kijk dan zo meteen mee naar de intro. En doe ik eerst even gauw een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen. Oké, we gaan even kijken bij /quest en we gaan even kijken welke we kunnen gaan doen. Ik denk dat we als eerste gewoon even de gratis gaan doen, want die andere is allemaal wel lastig dat je niet moet gaan kopen. Maar even kijken, voltooid parcours in de Kaap. Volgens mij was het van €400 uit een voedselwinkel moest je kopen met je pinpas. Die weet ik niet of die gaan doen. Ik weet niet wat je daarvan kan krijgen. 1500 lobby XP. En ren 10 kilometer met speedboots aan. Nou, die hebben we al bijna gehaald. Dus ik denk dat we die even als eerste nog gaan doen. Maar die ga ik natuurlijk ook even een klein stukje maar laten zien. En ook even iets versnellen. Oké, we zijn nu het laatste stukje aan het lopen. Even kijken, /quest. We hebben bijna nog 400 meter. En ondertussen gaan we alvast naar het parcours lopen. Want het volgende wat ik wil gaan doen. Ja, misschien het laatste. Ik probeer nog wel die andere ook te doen. Is namelijk de quest parcours. En daar moest je een parcours halen in de Kaap. En als je ook best dichtbij volgens mij, dacht ik. Ik weet niet zeker, maar ik dacht van wel. Maar we moeten even gaan zoeken. Volgens mij weet ik de koers ongeveer. Volgens mij moeten we zo meteen ergens een beetje die kant op. Maar in ieder geval, dan gaan we daar zo ook eventjes heen. Als ik de weg weet. Volgens mij weet ik de weg eigenlijk helemaal niet. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, dan moeten we... Een beetje schuin die kant op volgens mij. En ik denk dat we onze quest ook elk moment gaan halen. Ja, we zitten er ook bijna op. En dus gaan we even op zoek naar het parcours. Het is in ieder geval aan de Kaap. En ik hoop niet dat het heel druk is, maar ik verwacht van niet. Aangezien de meeste mensen hem al wel hebben gehaald. Want dit is al week 3 nu. En die quest was van week 1. En ik dacht dat het ergens hier in de buurt was. Maar misschien zit ik verkeerd. Ik weet niet. We lopen gewoon ergens heen. En ondertussen hebben we ook denk ik bijna onze loopquest wel gehaald. We zijn nog 100 meter of zo. Dan hebben we hem gehaald. We kijken nog eventjes één keertje. Ja, ongeveer nog 100 meter. En ik moet er ook even op letten wat ik eet voor mijn fitheid. Want ja, dat is niet echt iets waar ik nu nog op dit account heel veel op heb gelet. Yes, we hebben hem gehaald. De hardloper quest. Je ontvangt 5 lobby levels. Dus dan heb je zomaar in ieder geval per quest die je haalt krijg je ook 5 lobby levels. Maar je hebt ook nog natuurlijk zo de XP. En die gaan we nu ook even claimen. Plus quest. Als het goed is kan ik hem hier claimen. Ja, hier. Klik hier om ding te ontvangen. Hier, we hebben 15 tokens nu ontvangen. Dus dan zou je iets in een Unix shop van kunnen kopen. Maar ik ga nu even verder op zoek naar het parcours. Ik zie het parcours daar al liggen. Dus daar zijn we nu bijna. Ik ben niet zo goed erin. Dus reageer nu alvast even in de reacties met parcours noob. Noah parcours noob iets in die richting. Hier, begin van de parcours quest. Even kijken. Regels. Het gebruik maken van een heli of elytra is niet toegestaan. Gebruik je dit zo er een gepaste straf aan vast. Nou, ik verwacht een ban. Oké, in ieder geval. We gaan het proberen. Ik ga waarschijnlijk hier op fout. Want... Hier is mijn fitheid maar heel laag. Dus dat is wel wat lastiger. Want heel veel jumps zijn daardoor best moeilijk te halen. Maar we halen nog zodat mijn toetsenbord wat geluid maakt. Want ja, mijn toetsenbord is gewoon helemaal niet heel goed. Ja, deze vind ik hier lastig denk ik met een lage fitheid. Oké, ik haal hem. Kijken. Hier zo opzij. Ja, die jumps zijn allemaal anders. En dat is heel vervelend. Oké. Volgende jump. Oh, deze vind ik lastig. Die met van die hogere dingen. Oeh, jongens, we zitten er nog op. Oeh. Als ik misschien niet zoveel praat, dan is het omdat ik... Ja, kijk, hier gaan we fout dat ik het niet kan. Maar ik kom zo weer bij jullie. Denk ik misschien, als ze het ook hebben gehad. We gaan nog even één keer proberen. En anders dan knip ik het er even uit. Totdat we daar weer zijn. Echt helemaal boven ergens iets. Want, ja... Ik ben al eenmaal niet zo goed in parcours zoals ik al zei. Zeker niet met een lage fitheid. Dat is al helemaal lastig. Want ik heb ook gehoord dat met anderhalf jump dat die veel makkelijker is. Oké, we gaan nog even één keer zo hier proberen. Even wat eten. Voetbal een beetje volhouden.
Oh, ook even wat drinken. Krijg je fitheid van. Ja, shit. Ik zie jullie zo meteen als ik daarboven ben. Oké, we zijn hierboven nu. Maar we falen hem. Ja, het gaat gewoon niet, jongens. Ik ben al echt gewoon... Inmiddels weer 5 minuten. Ik weet niet hoe lang. Misschien 10 minuten. Elke keer heen en weer. Maar ik haal hem gewoon niet. Die ladder jumps zijn gewoon echt heel vervelend. Als je gewoon zo laag fitheid hebt. Ik moet niet in op mijn andere beeld gaan kijken wat ik doe. Dat is niet echt slim. Oh ja, kijk. Ik ren soms iets te ver door. Maar deze haal ik wel. Maar het gaat gewoon vooral om die ladder jumps. Want ik zal wel even laten zien. Je moet hem zeg maar echt heel ver naar buiten springen. En dan weer heel gauw naar binnen. Ja, kijk. Dit gaat al fout nu. Opnemen, parcouren tegelijk. Ja, dat is niet echt iets voor mij. Maar kijk. Hier. Dit gaat nog. Dit gaat ook nog wel. Oké, die jump is redelijk ver weg. Maar hou je gewoon. Deze ook nog wel. Die volgende is zo'n lange ladder. Zoals je ziet. En die is heel fijn. Ja, let niet op mijn skin. Mijn skin is niet zo mooi. Maar... Deze moet je heel ver van buiten springen. En dan... Oh, ik weet niet wat we deden. Dan is die zomaar heel moeilijk. Dus ja, misschien of we moeten even een Vita-pil nog scoren. Of we gaan nog een paar proberen. En anders gaan we proberen een andere quest nog te doen. Weer boven, maar zo meteen, ik weet niet of dat fout gaat. Die jump is denk ik gewoon te ver voor ons. Oké, het gaat nog goed. Maar nu die slime jump, ja, die is heel vervelend. Oké, walem, walem. Oké, jongens, dit is het verste dat we ooit zijn gekomen. Deze ga ik niet halen. Oké, de quest van het parcours gaan we echt niet halen. Ik ben alweer even een paar keer nog geprobeerd. Maar ja, met een lage fitheid. Je komt gewoon niet ver. Oh, ik zie dat we een beetje lek hebben. Rustig aan doen. In ieder geval, parcours, dat lukt gewoon niet. Dat red je gewoon niet. Dus we gaan even op zoek naar die andere quest. Oh, we moeten wel goed typen. En dat is van voedsel kopen. Dus we moeten voor €400 aan eten kopen of iets. Maar dat moet wel lukken. Dus zo gaan we even op zoek naar een winkeltje hier in de Kaap of in Credo. Oké, ik zie hier een winkel. En dan gaan we even kijken wat gaan we kopen. Want we moeten voor €400 iets kopen. We gaan 3 stacks chicken leg kopen. 3 stacks. Dus een hele rij, dus we moeten dan even wachten. Oké, we staan aan de beurt. Hi, mag ik... wat was het? 3 stacks kip kopen. Ik hoop dat we het goed hebben berekend. En als het goed is, krijgen we daar XP van, dacht ik. Ja, ik weet het al. 1500, dacht ik. Ja, dan kunnen we daarmee ook 2 van die economic crates openen. Komt eraan. Oké, top. Het komt eraan. Het ook nog even pinnen. Rip ons geld, jongens. We moeten even wachten, want het komt eraan of zo. Dus, ja. Wachten. Oké, ik ga het nu pinnen. Even accept doen. Yes, we hebben het betaald. En hopelijk krijgen we het nu ook. Zoals je ziet hebben we ook gelijk hier de Big Spender quest. Nou, Big Spender €400. Normaal niet heel veel. En ik hoop dat hij dan nu gaat halen. En dan kunnen we zo ook die questing claimen volgens mij. Oh, hoi. Ja. Yes, we krijgen het. Hebben we gelijk ook food. Ook hebben ze. En dan kunnen we ook die quest als laatste gaan claimen. En dan nog eventjes... een lobby crate openen. En zo nu even slash quest. Alsnog jammer dat we die ene niet hebben gehaald hier. Gratis quest. Gek vuurwerk hier. En dan gaan we eventjes naar de lobby toe. Oké, we zijn in de lobby. En we kunnen of 3 van deze openen. Of 2 van deze. Maar we gaan voor de 2 economic. Oeh, nice. We hebben levels. Best wel veel volgens mij. Ja, nou ik heb best veel. 5 lobby levels. Dat is nog nice. En dan kunnen we er nu nog eentje openen. Of een normal. Maar we gaan wel voor de... economische crate. We hebben verlies. Dat is jammer. Maar we kunnen nu nog wel deze openen. Hij is leeg.
Dan gaan we nog even een PvP'tje openen. We hebben dit alweer. Maar dan kunnen we er nog één openen, jongens. Voor jullie alleen maar meer crates. Wel zei dit zo, maar meer crates. We kunnen er dan nog eentje openen. En als we daar weer lobby expert hebben, ja, dan kunnen we geen crate meer openen. Maar we gaan even de laatste crate openen. Wat gaan we daar krijgen? 700 lobby XP. Nice. In ieder geval, hopelijk kunnen we nog wel een keertje die parcours halen. Maar was gewoon nu met dit weer eventjes te moeilijk voor mij. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie... Hopelijk vonden jullie dit een beetje een leuke video. Doe dan zeker even nog een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet had gedaan. Vergeet ook niet te abonneren op mijn eigen kanaal NTP. Het linkje staat in de beschrijving. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe video.